Deze moet over naar groep 6. En Missy gaat naar? Nog steeds naar? Nee. Rajan. Rajan, welke klas ben je over? Huh? Welke klas ben je over? Groep 3. Klas? Ja. Ben je mijn vriendje? Ja. En niet zo? Ja, mooie oogje. Ben je ook mijn vriendje? Nee, vandaag niet. Oh. Hey Richo, waar zijn we? We zijn even in Zoetermeer, hè? Ga even een cadeautje voor de juffrouw kopen. Wat heb je op je voorhoofd? 100. Hm? Leg lekker mis. Leg je lekker? Lekker weer, hè? Waarom ben je zo verlegen? Het is vandaag, welke dag is het? Woensdag. Vandaag is het woensdag, ja. Vandaag is het woensdag en Jayant en... Oh, René slaapt. Jayant en Rajan hebben net... Jayant en Rajan hebben twee juffrouws allebei. We gaan over naar ons groep 6. En jij? Naar groep 3. Ja. En Jayant en Rajan hebben allebei twee juffrouws in hun klas. Rajan heeft dus vandaag van de ene juf afscheid genomen en Jayant ook. En morgen komt de andere juf van hun allebei en dan nemen ze daar afscheid van. Wij zijn nu heel even onderweg naar de huisarts. We hebben de Nis net bij mijn moeder afgezet. En dan Rajan en Jayant moeten even naar de huisarts. Voor Rajan moest ik sowieso naar de huisarts om zijn oren schoon te laten spuiten. Toen hij vorige week oorontsteking had, toen zei de huisarts tegen mij van... dat ze vandaag dus na een week zouden kijken weer. Nou, een week, twee weken geleden is het al. Na twee weken zouden kijken hoe het met zijn oren was. En dan. Zouden ze kijken of zijn oren er niet meer goed uitzagen. En dan zouden ze het schoonmaken ook. Het ziet er raar uit, hè, jongen? Ik krijg er schone oren van. Of je gordijnen zullen of zo niet even aangeven, ja? Ik doe het heel zachtjes. Nou, kijk, dat komt al. Wat vind je? Dan pak ik hem even van je over, ja? Mag je hem nog een keer vasthouden? Ga jij nu je oren schoonmaken? Ja. Laat ze schoonmaken. Ik houd wel vast. Als het pijn doet of je er duizelig mee te even zeggen, ja? Ja. Ja? Komt-ie. Doe, begin dan zachtjes. Gek gevoel, hè? Voelt niet pijn, toch? Nee. Oh, goed zo. Kietelt het. Hè? Ja? Goed tegen jou nou, hè? Dus ik ben helemaal nat. Ik moet mijn ogen inzetten. Zo. Nou, ik moet naar Nifukimani kijken. We hebben Nisho net opgehaald, hè, Renis? We zijn nu onderweg naar de Boogaard. En het is lekker weer, alleen de mieren staan wat minder. Onweers. Vliegen. Ja. Ik ga het zo meteen vaststrekken. Heb je weer een Fortnite shirt gehad? Oh, we kunnen hier oversteken, want wij gaan heel even naar Solo. We gaan even een cadeautje kijken voor Jayant zijn overblijfmeester. En ik denk voor Rajan zijn overblijfjuffies ook. Ik heb ook twee lieve overblijfjuffies. Dus ja, dat gaan we wel even doen. Ja. Zo, nou. Niks voor jullie, want jullie houden niet van zo. En nu Solo. En ja, er zijn heel erg wat spullen, maar niet iets voor ons. Oh, er is hier wel wat. Echt iets. Ja, sowieso voor jongens. Echt. En ja, kijk. Razen hier wordt helemaal gek, want hij is ook nog voor de deur. Fortnite, dat is een AR.
draadje vergeten ergens. Dat draadje zo'n kluns is. Echt gewoon een kluns. Nou, we hebben hem weer. Dus dat is beter ook. Kom, Raj. Zo. Hij komt eraan. Wij gaan nu terug. Mama. We kunnen het echt gezellig. Toch? Ja. Zo. So, waar is die andere auto? Bij Nisho. Oh. Nisho gaat zo teruggeven aan Kimani, hè? En jullie gaan even wennen straks, hè? Een nieuwe klas. Ja. Groep 6 en groep 3, hè? Ik ben heel benieuwd. Ik kan nog even. Heb je een telefoon? Nee. Oh, mooi. Wie ga je bellen? Een Fiesta van Kimani. Oh, en wie nog meer? Jou. En wie nog meer? Papa. Echt waar? Dat is gezellig. Ga maar bellen, ja? Zo, ik ga de kids ophalen. Het is vandaag donderdag. En het is vandaag mijn laatste schooldag. Rajan is natuurlijk een kleuter. Dus hij glijdt officieel uit het raam. Dat doen ze hier op school. Zetten ze op de begaande grond. Hebben ze zeg maar klassen. En dan zetten ze een glijbaan daar van de gymzaal. En dan mogen de kinderen officieel uit het raam glijden. Ik zou dat graag willen filmen, maar ik denk niet dat dat kan. Waar gaan jullie naartoe met jullie pyjama's? Ik ga met mijn mami eten. En jullie? Ik ben gewoon niet naar Peentje gegaan. Ik ga met mijn mami eten. Zo, Rick, jij bent lang niet in de vlog geweest. Hè? Hoe gaat het? Slecht. Waarom? Omdat ik hier moet schakelen. Ja. Ik ben weer. Ik heb heel lang mijn auto niet gereden. Maar verder gaat het wel goed met je, toch? Samen wat eten. Hij zit weer. En ik slaap Peentje ook over. Dat wij zelf, want jij wou gaan eten. Jij wou ergens samen wat gaan eten. Toch? Papa, ja. Want daar hebben ze ook vandaag verschillende soorten eten. En dan zijn we uit eten. En voor mijn reken heb ik lekker gegeten, ja. Nou, jammer dan. Bagaboegaboe. Jullie twee gaan naar Nani Loes. En jij gaat daar? Nani. Ik moet die rechts. Ik heb een raar mond. Deze die... Deze vent die wil ons niet... Geen ik heb een raar. Zo, hij gaat gewoon echt niet opzij. Kijk, ik heb een raar mond. We hebben nooit tijd voor onszelf, maar vorige maand hebben we dat ook gedaan, hè? Oei. Voor mijn verjaardag. Oké. Okay. Het lijkt alsof ik in een achtbaan zit of in een racewagen als ik met Ricardo rijd. Zou naar Scheveningen gaan om daar wat te eten. Maar dat is het niet geworden, want we zijn weer hier beland. Alweer in restaurant samen. En we wachten nu op mijn nichtje. Met haar vriend. Gaan we lekker eten? Hey man. Hey. Gaan we lekker eten? Heerlijk. Honger. Bye. Even deze grote eten. Ja. Ik kan zo niet eten, man. Drie hoor. Zonder bord. Oh ja, Joe zit vol. Eén bord. Ik heb nog wel twee keer lopen hoor. Wil je het eten, jongen? Lekker kanaaltje. Nee. Weet je niet op beeld, maar we zijn zo'n mooi jongen. Nou, hij doet kiekeboe. Kindjes, dit hier is een beetje kiekeboe. Dat wat je. Ik zet dit gewoon op, hè. Doe dat in de verre kinderen. Ja. Ik kan niet eten, laat me rust, man. Zo. Hij heeft wel wat moeite voor je. Waarom? Hij weet in ieder geval. Het is zo, het is zo wel. Hey, deed hij dat thuis ook? Die thuis wel in de... Wat hè? Waar is het toen mee begonnen? Kikkeboel. Ja, dat loopt dadelijk spontaan weg. Oké, ga je eten? Waar gaat hij naar naartoe? Kijk wat Joey heeft. Wat heb jij? Wat heb jij? Ik heb macaron met pekoek en een aardbeienmoes. Lekker hè? Nee, baby, moet nu gegeten. Doe hem dan dicht, zo. Nee, dat komt het erop. Ja, maar precies. Ja, dat kan niet, Jacques.
Wat is het hier? Niet meer eten, niet meer eten. Bas, weet je. Wat is het voor spet dan? Wat ben je aan het doen, Rick? Waar is het bekje voor? Waarom dan? Waar? Maar ik wil eigenlijk echt toetjes halen. Doei. Doei. Maar laat mij gewoon. Ik ga gewoon mijn eigen toetjes. Je hebt mij gewoon alleen gelaten. Leuk naar de casino. Nou, was dat gezellig? Maar we gaan nu lekker onze kinderen ophalen. We gaan naar de markt. Naar de Haagse markt. We gaan naar de markt. Echt niet wijken. Wel, wij gaan naar de markt. We zijn al met de trap gegaan, dus... Mama! Yes? Mama! Naar de markt. Dus kijken waar we zijn, hè? Ja. Ik weet niet welke die ze meekomen. Wat zeg je, schat? We zijn op de markt en het is echt extreem druk hier. Yes, wat? Een zakje vullen, wat wil je? Huh? Missie, wat wil jij? Zeker dit. No? Kijk, je hebt een stufje. Ze zijn niet zo gek. Zakje uitzoeken. Ja, maar kijk, je hebt heel veel dingetjes. Oh, Missie. Jij wil die? Ja. Ja. Mag ik hem over schrijven? Wat zeg je dan? De drop. Jij wil een zakje drop? Kom even kijken dan, schat. Kijk eens hier. Oh, dit is grappig. Even kijken wat er is. Wij komen net van de Haagse Mark. We zijn echt letterlijk net op tijd in de auto. We zijn net op tijd in de auto. Het regent. Heel hard. Maar de markt was veel te druk om te lopen, dus we zijn ook heel snel weer weggegaan. In de auto gegaan. Hem op. En nu moet ik nog boodschappen gaan. Toen waren we beland in de stad. Nee, neem mij nog wel. Kijk eens. Ja, nee! Hi Jay. We gaan nu even papa zoeken in de stad, hè? Naar Albert Heijn. Zullen we boodschap halen? Ja. Het is al heel laat in ons zesje, maar we hebben echt niks in huis. We hebben niet eens drinken. Jawel, we hebben wel een beetje drinken, maar niet echt. Ja, we hebben niks wat ik kan drinken. Anders is het weer dat we hem hadden gelaten. Want we stonden aan de andere kant. Ja, we stonden aan de andere kant. Hè? Huh? Zie je, daar is nog 2 euro. Lekker puf! Lekker puf? Niet lekker puf, lekker puf, mis? Ja. Huh? Lekker puf. Waar je nog gehad? Later of zo. Halve dag, man. Lekker puf. Hey, waar wil papa nou weer even wandelen? Huh? Bij de Big Bazaar. Ja. Zwarte Markt in Beverwijk. Oh, wat gaan we doen, Rick? Waar wil die weer naartoe? De bazaar. Mop, waar wil die naartoe? Eten. Eten? Ja. Mis. We komen hier dus alleen maar eten te halen. Nee, papa wil voor me.
Ze mogen even naar de speeltuin, ze worden helemaal gek. Hé, Rick? Als hij is nog hoger dan mij zou ik gaan komen. Alle kinderen willen altijd schommelen. Niet onder.